Ron, als je moeizame wedstrijden ook gaat winnen, dan kan het wel eens een heel leuk seizoen gaan worden. Ja, nou ja, dat hebben we al gezegd. Hè. Misschien wordt het nog wel een heel leuk seizoen. En dit was misschien niet de leukste wedstrijd, maar ik vind dat we hem uiteindelijk ook wel over de streep hebben getrokken. Loon naar werken, hoorde ik iemand zeggen. We hebben echt druk gezet, we hebben veel op een helft gevoetbald. De kansjes, mogelijkheden die we kregen, die benutten we niet. Dan gaat hij er uiteindelijk in. En ja, het gek is, dan denk je van nou is het klaar. Maar dat dachten ze misschien in het veld ook, want toen kreeg Heracles nog twee goede kansen. Victor, sta ik je bij de meest gelukkige wisselspeler van vandaag? Ja, dat denk ik wel. Ik ben wel super blij met de overwinning vooral. Maar natuurlijk ook op het doelpunt. Dat was heel belangrijk en ja, leuke moment. De lelijkste van je carrière hoor. Ja, dat kan wel eigenlijk. Dat is niet de beste, maar ja, die telt. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit eigenlijk. Ja, volgens mij schiet je met je rechterbeen tegen je linkerkuit. Gaat hij er zo in? Ja, ik moet hem nog terugzien, want ik heb hem nog niet gezien. Maar ja, was zeker niet de beste. Maar ja, als ik zei, die telt ook. Vraag ik me naar het af. Je kunt denk ik niet geheel tevreden zijn over het over de streep trekken van die wedstrijd. Ja, je wint hem uiteindelijk wel, maar die kansen zijn er inderdaad wel. Ja, dat is zo. Maar beide kansen ontstonden dat wij balverlies leden wat niet nodig was. En misschien zat dat wel in het hoofd van, we hebben die 1-0 gemaakt en het is nu klaar. Maar het is nooit klaar. Dus ja, dat moeten we misschien nog even kritisch naar kijken. Maar er is weer zo hard gewerkt. De ploeg staat er als ploeg. Invallers die komen erin en brengen ook weer energie. Dus ja, ook heel veel positieve dingen. En het allerbelangrijkste in het voetbal is winnen. En dat hebben we gedaan. Een doelpunt die past bij het wedstrijdbeeld? Ja, het was geen beste voetbalwedstrijd, denk ik. En niet zoveel kansen. En ja, toen ik daarin kwam, ging alles ook niet perfect. Dus er was wel een beetje slordig momenten in de wedstrijd. Maar ja, als je die ook wint, dan is het toch ook mooi. Dus ja, ik ben super blij. Ja, want hoe zit je inderdaad op de bank als je zo'n wedstrijd aanschouwt? Ja, op de tribunes waren mensen aan het wachten op echte kansen. Ja. Die hebben we niet of nauwelijks gezien. Nou ja, je voorbereidt altijd jezelf op om erin te komen. En ook als het 0-0 staat, dan denk ik altijd, oké, nu moet ik wel een doelpunt maken. Dat is altijd het ideale scenario. Dus ja, ik was gewoon klaar voor. En ja, dan was het wel perfect dat ik heeft gescoord. Over het baltempo in de eerste helft. Ik dacht dat wordt gigantisch hoog. Zo'n gladde mat, veel regen. Was het ook hoog genoeg voor jouw gevoel? Dat zijn van die dingen. Er staan gewoon 10 spelers. En om lijnen eruit te halen, dicht bij elkaar te verdedigen. In de eindfase staan ze bijna allemaal in en rond de 16 van Heracles. Ja, dat is, dan heb je eigenlijk ook een individueel moment nodig. Want we waren soms te ongeduldig, maar wij verplaatsten de bal best wel van links naar rechts en kwamen er ook nog wel eens door. Maar dan in en rond die 16, ja, dat vind ik nog steeds de belangrijkste ontwikkelfase van FC Utrecht. Ja, en is het geduld dan misschien wel het grootste compliment van je ploeg? Dat ze het echt blijven proberen en dat niet een bepaald vervelend gevoel in de ploeg sluipt, maar dat uiteindelijk zo'n treffer nog valt? Nou, het grootste compliment is denk ik dat als wij de bal dan verliezen, dat we meteen weer erbovenop zitten en in heel veel situaties de bal vroeg terug veroveren. En dat de tegenstander eigenlijk... ze kregen in de eerste helft, eerste minuut kregen ze een corner en er kwam een schot geblokt van Jetro Willems uit. En daarna zijn ze eigenlijk niet bij Matthijs Brandhorst geweest, behalve de slotfase. Want kun je jouw rol op de bank, hè, als wisselspeler iets beter in perspectief plaatsen als je uiteindelijk scoort en belangrijk bent voor de ploeg? Ja, ik probeer altijd om belangrijk te worden. Ook als ik op de bank zit of in de basis sta, dan geef ik altijd alles. En wil altijd het team helpen met of een doelpunt of een assist. En als je op de bank zit, dan heb je iets mindere tijd om te laten zien. Dus vandaag was het perfect. Leg me nou eens uit, waarom oogt het alsof er zoveel stabiliteit is binnen FC Utrecht? Want jullie zijn nu 15 duels op rij ongeslagen. Ja, we gaan het toch maar een keer uitspreken. Ja. Ja, ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar ja, we hebben natuurlijk als ploeg heel veel gewerkt, ook met de trainer. Heel veel goede dingen verbeterd, aanvallend en defensief. En als je in een goede ritme zit, dan is het wel makkelijker om zo'n wedstrijd te winnen, zoals vandaag. Dus vertrouwen, dat is ook heel belangrijk. En dat hebben we nu heel veel in het team. Dus alles is gewoon iets scherper en beter geworden.
Doelpunt van Victor Jensen. Je zag het vanaf de zone bij de dugout. Was het een mooie goal voor jouw gevoel? Nee, maar ik kon in eerste instantie ook niet zien wie hem binnentikte, want er stonden heel veel spelers voor. En ik hoopte dat het Victor was, want hij viel ongelukkig in. Die jongen die is door ziekte zijn plekje aan Toornstra kwijtgeraakt. Als die invalt, geeft hij alles. Hij traint geweldig. En hij wilde misschien wel te graag. En dat ging eigenlijk ongelukkig. Maar die goal raakte die ook niet fantastisch. Meer met de binnenkant dan met dat hij hem echt bewust... Want de goal was helemaal leeg. Maar zo mooi dat hij dat hem dat overkomt. Dus, en voor ons is het natuurlijk ook top. En nu aankomende dagen, lekker op de bank, voetbal kijken of wat ga je doen? Wat je zei, voetbal kijken doe ik altijd. En rust pakken en dan gaan we weer volgende week. Kijk je dan Eredivisie voetballen of de Superliga in Denemarken? Meestal de Deense competitie. Ja, eigenlijk wel. Dat vind ik wel leuk. Maar ik kijk een beetje alles eigenlijk. Ook Eredivisie, een paar wedstrijden. Premier League. Mijn vriendin is niet super blij met alle voetbal. Maar ik vind het toch mooi om te kijken. En ook leuk. Jij bent na John Steen Olsen. Nu de eerste Deen die 5 treffers heeft gescoord voor FC Utrecht in 1 Eredivisiejaar. Oké. Ja, dat is mooi om te weten. Ja, goed. Maar er moet wel meer zijn, denk ik. Ah, je hebt nog een potje of 10 zoiets, hè? Dus ja, ik hoop nog een paar erbij te hebben. Ja. Ga genieten van je weekend, Victor. Dankjewel, jij ook. Hoe ga jij je weekend eigenlijk inrichten als jij nu zo'n vrijdagavondwedstrijd hebt? De verjaardag van onze Luc. Die wordt 32 binnenkort en die vierde zondag. Voetbal kijken en ik hoop dat het af en toe eens een keer droog is, want dan kan ik met mijn maatjes nog een potje tennissen. Moet ook gebeuren, lekker blijven sporten. Ja, en voetbal kijken. Ja. Victor had het over de Deense Superliga en wat hij gaat kijken. Wat staat er op jouw lijstje als je dan moet kiezen? Omloopend Nieuwsblad. Ga niet op je weekend, Ron. Nee, dat vind ik ook wel mooi. En het is ook NK schaatsen volgens mij. Al die voetbal kijken, ik vind al die sporten vind ik geweldig. Maar ik doe ook mee aan ploegleider, heet dat. Dus dan moet je voorspellen wie Omloopend Nieuwsblad is eigenlijk de eerste semi-klassieker van het wielerseizoen. En dan moet je voorspellen wie wint. Dus ik hoop dat, eens even kijken, Tratnik en Valter, dat die heel hoog gaan eindigen. Want die hebben andere dingen niet zo snel. Wat een liefhebber ben je. Ja, mooi hè? Ja.